Die zijn bij een nieuwe video. We gaan vandaag kijken wat voor content we hebben vandaag. We gaan kijken. Eerst aan de douche alleen. Is er iets nieuws? Nee. Melpalen denk ik ook niet. Basis ook niet. Dan gaan we naar de SPC's. Taliska was er al. Hakimi is transfer. Krijg je een gement. Zeldzaam gement. Spelers gekwetst. Untradable. 1 Frans, 10 Rare. Oké, dan doe je dit. Oké, dan gaan we kijken. En 65 Kim. Prima. Hier hebben we 2 Argentijnen, zie ik. Kijk, hier misschien is niet... Oké, okay, dan gaan we hier kijken. We moeten 10 rare hebben. Nee, die wou ook niet. Hij tikt tot ver weg. Engels. Twee Brazilianen. Doe dat wel. Even kijken wat we kunnen doen. Nee. Dat is dat. Hier Duits. Al 50 teamgeest, dat is altijd een probleem. Ik zie nu een probleempje. CV. Even kijken hoe we gaan doen. Die daar. Mooi, hebben we 65 cam. Moet nog een Franse speler hebben. Hebben we een Franse speler uit de Serie A. Ja, Rabio. Doe dat wel. Hebben we nog een leuke spits die laag rate het is, ja, Balde. Nee, ik kan het best kan. Hier Balde en dan staat klaar. Mooi.
En de 78 reed het zeldzaam spelerspakket. Hier moet je minimaal goud. Dat is niet zo heel moeilijk. We hebben een hi en hi. Nou, dat prima, dan doen we het anders. Is dat klaar? Dan gaan we ook de packs openen van de andere. Mooi. Oh, dat is een herhaalbaar, zie ik. Dus, oh, dat is een upgrade pakketje die je constant kan doen. Dus dit kan even goed zijn. En we gaan even 15k pakketten openen. Als het goed is. Ja. Mijn eerste zeldzaam gemengd spelerspakket. Guerrero. Is prima. Dat is niet heel slecht. En Langley. Die maar even discarden. En een 78. Ik zeg niet heel veel wat. Nee, dat dacht ik al. Engels Chilwell, die hebben we al. Die hebben we tradable. Ja, zeker. En dan gaan we even deze doen. Zullen we die 12k voor een vrijdag bewaren of niet? Zit er in de komst neer? Moet ik die bewaren, ja of nee? Bij Kambu. Dit allemaal discarden gewoon. Toch 2,5k coins op ongeveer. Braziliaans. Bruno Perez, is die nou wat waard? Is toch 4,5k. Zet hem 4k, 4,5k op. Gewoon weggooien. Hij is al direct verkocht. Nice. Het is een border. Het is Jimenez. En die hebben we natuurlijk al. En een schaduw. Lekker. Schaduw is altijd lekker om mee te nemen. Een walkout. Hummels. Helaas, wel een walkout. En een hunterkaartje. Oh, die moet je even. Is die bier waard? Omdat die toch wel aardig snel is. Ja, ik zet er van 900 op. 850, prima. Toch wel een walkout. We hebben er nog over 6. Moet ik die 12k points voor vrijdag bewaren? Handanovic, de volgende walkout. Dus moet ik 12k bewaren voor vrijdag? Of zal ik gewoon elke dag wat openen? Inaki Williams. Nou, die houden we gewoon. Heel veel spelers.
een contract, een pakket, hebben we niks aan. Die hebben ook niks aan. Maar wel weer een walkout. En ik ga een carrière serie maken. Zet even in de comments neer wat voor naam het moet zijn. En als jouw naam er wil inzetten, als jij erin kan verwerken namelijk. En ik weet niet wat. Oh. Wat er nou exact die carrière is, maar als jij erin wil zitten, zet in de comments neer als dat eventueel kan. Van het Beek zijn we allemaal niks waard. Maar goed, zet in de comments neer wat voor naam voor die serie moet het zijn. En de clubnaam. We hebben hier twee walkouts van gehad. Frans CVM. André. Gewoon discarden. Nog drie pakketten. Neves. 82 rated Neves. Het zal niet heel veel waard zijn, denk ik. Nee. Hij. Ja, als hij is al wel wat waard. Zet op 58 neer. Dus, ja. Dan gaan we volgende week beginnen met die serie. Dus zet mijn clubnaam al onder de comments. Engels. Weer Wilson. Oké. Het zal. En de laatste weer. Hier niet. Dus twee walkouts. En 1000 coins. En 2000 coins erbij, dus 3000 coins. Dus, zet in mijn comments neer, moet ik die 12k points voor vrijdag bewaren? Of nu elke dag wat openen? En zet in mijn comments neer wat je wil zien, of een naam voor de club moet zijn in de carrière modus. En eventueel als het kan, jouw naam erin kan, jouw speler. Ja of nee, zet in mijn comments neer. Dan zeg ik hierbij, altijd wel vanavond, ciao ciao. Later, print abonneren.